Het is weer maandagavond 8 uur. Dat wil zeggen, tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie hier op kanaal 8.3. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. Tegen de achtergrond van de huidige situatie zullen wij vanavond praten over voedselveiligheid. De wereld is getroffen door de COVID-19-pandemie, welke desastreuze gevolgen heeft en met zich teweeg brengt. Verschillende bedrijven zijn uit voorzorg genoodzaakt hun productie tijdelijk of gedeeltelijk aan te houden. In deze aflevering van Opinie zal de nadruk gelegd worden op de gevolgen van de huidige crisis, de waarborging van voedselveiligheid en zal worden ingegaan op de voedselvoorziening en het belang van gezonde voeding. Dames en heren, onze gast voor vanavond is Ricky Winston Stuttgart, MSc. De heer Stuttgart is geboren op 19 juni 1960 in het district Koroni. In 1983 behaalde hij zijn LO scheikunde diploma en in 1986 zijn MO A scheikunde diploma aan de opleiding voor leraren IOL. In 1988 behaalde hij aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen zijn Bachelor of Science BUL in Agrarische Productie Oriëntatie Veeteelt. Hij werd hiermee de eerste BSc'er met een veeteelt BUL op zak en ook nog met een MOA scheikunde diploma. In 1994 behaalde hij aan de Gent Universiteit in België zijn Master of Science BUL in de Voedseltechnologie. Van januari 1997 tot en met november 2010 schreef hij in De Ware Tijd de rubriek Voeding en Gezondheid. Ook heeft hij van april 2006 tot en met augustus 2014 bij ATV de documentaire Voedselveiligheid en Voedingsziekten geproduceerd. Vanaf maart 2014 tot en met heden verzorgt hij bij Radio Gold het programma Gezondheid uw keuze. Ricky Stuttgart is ook docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Verder is hij geestesvader van de vakantiemicrobiologie, de kindervakantiemicrobiologie en het school Handenwassen project. Dames en heren, Ricky Stuttgart. Welkom meneer Stuttgart. Wij zijn enorm blij dat u als voedseltechnoloog tijd voor ons hebt gemaakt om toch uw expertise met ons te delen. Om te beginnen, wat is voedselveiligheid? Dus voedselveiligheid houdt eigenlijk in dat er levensmiddelen geconsumeerd worden die geen hazard hebben, die geen gevaren hebben. En wanneer we praten over geen gevaren, dan praten we over fysische gevaren. Er moeten geen splinters erin zijn, geen glasscherven. Dan praten we over biologische gevaren. Er moeten geen bacteriën, virussen, schimmels in voorkomen die mensen kunnen ziek maken. En dan praten we over, er moeten geen chemische stoffen in voorkomen. En dan denken we bij wijze van spreken dus aan reinigingsmiddelen, desinfectanten, zware metalen, maar ook bijvoorbeeld pesticiden. Hoe belangrijk is voedselveiligheid voor een land? Voedselveiligheid is van eminent belang, omdat als je dus producten eet die niet voedselveilig zijn, dan betekent het dus dat mensen ziek gaan worden en dat mensen dus dood kunnen gaan. En je kan een land niet opbouwen met zieke mensen. Dus vandaar dat voedselveiligheid van eminent belang is. En wat moet er allemaal gedaan worden om de voedselveiligheid te waarborgen? Dus ja, we hebben eigenlijk plantaardige producten en we hebben dierlijke producten. En beide dingen, daar moet er een bepaalde veiligheid aan gepaard gaan. Bij de teelt van plantaardige producten moet er rekening worden gehouden met welke pesticiden worden gebruikt, wat de dosering is van de pesticiden, in binnen hoeveel tijd een pesticide wordt toegevoegd en wordt geoost. En er moet ervoor gezorgd worden dus dat in voldoende mate plantaardige producten worden geproduceerd. Ja. Kijken we naar de dierlijke producten, dan heb je dus ook dat de dieren geen producten, antibiotica, naar binnen moeten krijgen die ervoor gaat zorgen dus dat ze dus ziek worden. Dan wel te weinig antibiotica worden toegediend. Ze moeten ervoor zorgen dus dat die beesten voldoende eten, dat de dieren niet in een zodanige precaire situatie leven, waarbij er dus alle soort ziektes kunnen gaan uitbreken. En een aantal van deze ziektes kunnen dus terugkomen op onze voeding.
Wanneer dus nu deze levensmiddelen geoogst zijn, dan wel geslacht zijn, dan moet men ervoor zorgen dus dat het in voldoende mate wordt opgeslagen, bewaard, bij de juiste temperatuur, zodat geen bederf optreedt. Omdat wanneer bederf optreedt, dan kan je hebben dus dat pathogenen kunnen gaan groeien en voor de nodige problemen kunnen zorgen. Dus het is een scala van maatregelen die je gaat moeten nemen bij de oogst, bij de teelt, bij de kweek, bij de oogst, bij de opslag en bij de bewerking en verwerking van het levensmiddel. Om ervoor te zorgen dat er geen chemische, fysische, dan wel microbiologische, biologische contaminaties plaatsvinden die de gezondheid van de consument kunnen schaden. Ja, ja. Denkt u dat Surinamers daar voldoende van bewust zijn? Dus ik heb soms de indruk, vooral in de laatste fase, waarbij dus je naar een restaurant gaat en eten gaat kopen. Ik vind dus dat we al te vaak horen van misstanden. Ja, al te vaak heb je dus dat milieu-inspecteurs zaken moeten sluiten vanwege die onhygiënische situatie. Kijk, studenten van mij hebben onderzoek gedaan in verschillende plantaardige producten. Ja. En zo weten we bijvoorbeeld dat onder andere in kool te veel pesticiden en overmatige pesticiden worden gezet, maar ook verboden pesticiden worden toegevoegd. Je hebt bijvoorbeeld dus dat er 8 pesticiden waren die internationaal verboden waren, of verboden zijn, en toch bij ons nog gebruikt worden in plantaardige producten, bladgroenten en dat soort zaken. Ik denk bijvoorbeeld 1, de mensen zijn onvoldoende getraind, onvoldoende op de hoogte van de nadelige effecten. Tegelijkertijd is het zo dus dat die informatie onvoldoende naar de mensen gaat. En ik denk bijvoorbeeld dat ze denken dat het eten moet maar lekker smaken en dat is het. Voorlichting moet permanent zijn. En een situatie die je dus nu hebt in Suriname is, iemand wil, ik zeg maar iets, manja op zijn verkopen. Hij staat een dagje op en zegt, ik verkoop manja op zijn. En hij hoeft niet te bewijzen dat hij weet wat voedselveiligheid is, wat voedselvergiftiging is en wat voedselintoxicatie is. Dat hoeft hij niet te bewijzen. Het enige wat hij moet bewijzen is dat hij gezond is. Hij gaat naar BOG. Ze doen een onderzoek naar zijn gezondheidstoestand, kijken of hij wormen heeft. Als hij besmettelijke ziektes heeft, en zo be it. Maar er moeten veel meer dingen, aspecten komen, waaronder dat food handlers, dat zijn mensen die met voeding omgaan, die moeten getraind worden. Ja, ja. Ik ben namelijk de mening toegedaan, als je een rijbewijs wil hebben, moet je een rijbewijs, als je een auto wil rijden, moet je een rijbewijs hebben. Als je bijvoorbeeld je vrouw wil zijn, moet je naar school gaan om getraind te worden. Journalist moet je getraind worden. Ja. En waarom zou je voor een voedseltechnoloog ook niet getraind moeten worden, in jouw taal, op jouw niveau. Maar je moet tenminste weten wat voedselveiligheid is en wat voedselintoxicatie is. Als consument, waarop moeten we letten bij het inkopen van levensmiddelen? En wat is volgens u gezonde voeding? Laten we bij het laatste beginnen. Ja. Gezonde voeding moet eigenlijk 40 verschillende nutriënten hebben. 40 verschillende voedingsstoffen. Als je gevarieerd eet, dan krijg je al 30 naar binnen. Dus alvast moet je gevarieerd eten. Ja. En daarom moet je ervoor zorgen dus dat in je voeding eiwitten voorkomen, suikers voorkomen, koolhydraten, vetten en olie voorkomen. Dat je vitamine A hebt, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3. En dan heb je dus de mineralen ijzer en calcium. Dat zijn de 10 essentiële voedingsstoffen die je in elk geval in je voeding moet hebben. En dan moet je dus dan gevarieerd eten. Verder moet je ervoor zorgen dus dat je in voldoende mate drinkt. En in voldoende mate eigenlijk dus ook rust, zodat je in balans bent. Gezonde voeding houdt in elk geval in dat we de 40 voedingsstoffen regelmatig moeten innemen. En het is niet dat je veel moet eten, je moet gezond eten. Want als je eenzijdig eet, dan krijg je ook gezondheidsproblemen. Kijk, er zijn mensen die dus geen dierlijke producten consumeren. Yeah. En zij moeten er daarom voor zorgen dat ze hun menu moet zeer gevarieerd zijn om ervoor te zorgen dat alle belangrijke mineralen aanwezig is. Want het is namelijk zo dat plantaardige producten meestal een of ander essentiële mineraal ontbreekt. Vlees heeft eigenlijk alles. Okay. En daarom moet je bij wijze van spreken, als je zegt van ik ben een vegetariër,
En dan moet je ervoor zorgen dat je in voldoende mate gevarieerde plantaardige producten consumeert om eigenlijk alle gezonde essentiële voedingsstoffen naar binnen te krijgen. Ja, ja. En waarop moeten we als consument letten bij het inkopen wanneer van levensmiddelen? Dus alvast, ja, je moet gaan letten wanneer je dus inkopen gaat doen. Laten we even aannemen, je gaat een blikjeswaren aanschaffen. Ja. Dan moet je er naar kijken als er bijvoorbeeld roestvlekken voorkomen. Als je er tegenaan veegt en dat roest gaat weg, dan is het in orde. Als je eraan veegt en je merkt dat het roest niet weggaat, dat betekent dat de binnenkant al beschadigd is. Wanneer je bij wijze van spreken dus kijkt, letten op de vervaldatum en de productiedatum. De productiedatum zegt, geef je aan de versheid van het product. Ja. De vervaldatum zeg je wanneer je het product niet meer moet consumeren. Je moet verder nog kijken dus naar, staat zo'n blikje bol. Als bij wijze van spreken het bol staat en je schudt en je hoort een zuigengeluid, dan betekent dus dat het dus niet meer goed is. Wanneer je dus nu vlees en vis gaat kopen, bij vis bijvoorbeeld, aloliloli moet er aan zijn. Slijmerigheid moet aan die vis zijn. Als je bijvoorbeeld met je vinger drukt, en eigenlijk is dat voor vlees en vis, als je daar tegenaan drukt, ja. En je haalt je vinger weg en je ziet bijvoorbeeld waar je gedrukt hebt blijft, ja. Dan betekent het dat het vlees en het vis al in bederf onderhevig is. Ja, ja. Als je bij wijze van spreken, ik zeg je pakt een vis en je tilt hem op en ze staat buig helemaal, dan betekent dat hij al aan bederf onderhevig is. Hij moet een beetje recht zijn. Dan weet je dus dat het dus in voldoende mate dat het nog niet bedorven is en dat het in voldoende mate opgeslagen is en bewaard is. Je moet vlees, kip, vlees, vis moet op ijs bewaard worden. Of ja. Dan wel moet in een koelkast, een goed functionerende koelkast, bewaard worden. Wanneer je bijvoorbeeld een bevroren kip koopt, dan moet in het ijs ervan er geen bloedvlekken te zien zijn. Het ijs moet intact zijn. Als je baarsten ziet in het ijs, betekent het dat die winkelier s'avonds die stekker weghaalt. En dat overdag dan weer die stekker erin in stopcontact zet. Ja, ja. En als je bij wijze van vragen, als je dus de bodem van zo'n diepvries kan zien, en je ziet dus daar zo bloed, bevroren bloed, dan weet je dat je iedere keer dus het dingen weghaalt. Ja, ja. Je moet geen kip en vlees kopen dat gewoon op een tafel, op een toonbank staat en een niet ingekoelde vorm. Omdat hoe langer het in die vorm staat, hoe meer micro-organismen, hoe meer pathogenen gaan groeien erin. En bij verhitte gaan ook steeds meer het overleven. Om maar een gek voorbeeld te geven, laten we even aannemen dus dat je hebt een bacterie als Staphylococcus aureus. En je hebt per gram vlees heb je 10. Mm-hmm. Wanneer je bijvoorbeeld gaat verhitten en 90% gaat dood. Dan overleeft eentje er, maar die kan niks doen. Mm-hmm. Omdat voordat hij iets doet, heb je eigenlijk gegeten en heb je eigenlijk alweer eruit gepoept. Nee. Maar wanneer dus nu het vlees blijft urenlang daar zo staan, ongekoeld, en je hebt 1 miljoen van deze bacterie per gram, 90% gaat dood, dat betekent dat 100.000 het overleven. Toch, je bent niet jarig. Ja, ja. Dus vandaar dus dat je dus vlees moet in gekoelde situatie, moet je het accepteren. Als het niet gekoeld is, dan moet je het niet accepteren. Natuurlijk is er een uitzondering als je regelrecht gaat naar de slachterij, het is meteen geslacht en je krijgt het. Oh, ja. Dan zou het nog kunnen. Maar als je dus bij de slager, moet hij in gekoelde vorm aanwezig zijn. En groente, bijvoorbeeld, ik zeg maar kousenbaan. Als kousenband in bosjes wordt verkocht, ja. Dan kan je het accepteren, maar wanneer het in stukjes is gesneden, dan moet het in een verpakking is gezet, dan moet je een vervaldatum hebben. Oké, okay. Ja, ja. Is er een verband tussen COVID en gezonde voeding? Er is een 1000% relatie tussen COVID en gezonde voeding. Het is namelijk zo dus dat COVID-19 is een virus. Ja. En er zijn geen medicijnen voor geen enkel virus. Niet voor influenza, niet voor Zika, niet voor chikungunya, niet voor AIDS en niet voor bijvoorbeeld corona,
COVID-19. Ja. Het is je weerstand die het probleem moet oplossen. Je weerstand moet het virus herkennen. En als hij het virus heeft herkend, gaat hij antistoffen produceren en dan word je beter. Ja. Om je weerstand in optimale vorm te hebben, moet je gezonde voeding eten. En je moet vitamine C gebruiken. Vitamine C komt in alle zure vruchten voor. Vitamine C gaat je weerstand een boost geven. Ja. Verder is het zo dat je vitamine B-complex moet gebruiken. Vitamine B-complex zorgt ervoor dat je eiwithuishouding, je mineralenhuishouding, je vitaminehuishouding, je suikerhuishouding en je vettenhuishouding in je lichaam blijven goed functioneren. Waardoor je dus bij zo'n infectie de strijd aan kan, je weerstand kan de strijd aan. Je moet voldoende water gebruiken, innemen, om ervoor te zorgen dat je dus niet uitdroogt. Maar het is verder ook nog zo dat je in voldoende mate moet ontspannen. Dus je moet ook lachen om het zo uit te doen. Je moet ook grapjes maken. Je moet ook naar leuke films kijken en niet iedere keer continu zitten denken, corona, moet dit. Dat is niet de bedoeling. Ja, ja. En je moet zoveel mogelijk stresssituaties voorkomen. Want als je gestresseerd bent, neemt je lichaam veel meer voeding op, terwijl je veel minder eet. Toch? Dus als we gezonde voeding eten, voldoende groenten, voldoende vlees, voldoende dierlijke producten, dan is je lichaam in staat om het COVID-19 probleem op te lossen. Ja, ja. Is de besmetting van het COVID-19 virus ook mogelijk via voedselproducten? Natuurlijk. Je hebt namelijk zo dat virussen kun je dus door direct contact. Laten we even aannemen dus dat die foodhandler die bezig is met het bereiden van een levensmiddel. Ja. En dat is vooral te denken aan koude schotels. Mm-hmm. En hij zou boven die huzarenslag hebben geniest. Mm-hmm. Dat betekent dus dat snot waarin het COVID aanwezig is, in zo'n huzarenslag komt. Omdat het in een koeler systeem zit, blijft zo'n snotspeeksel intact. En jij komt binnen korte tijd, je koopt zo'n huzarenslag, dan krijg je het maar binnen. Het is namelijk zo dus dat een virus heeft je slijmvliezen nodig om binnen te treden. Ja. Laat me het zo uitleggen. Stel je nou eens voor dat een virus op mijn hand zou komen, mm-hmm. dan gaat er niks gebeuren. Maar als ik dus daar zou aanraken en dan met mijn vinger in mijn mond, in mijn neus, in mijn ogen gaat, dan infecteer ik mezelf. Mm-hmm. Die huzarenslag heeft bijvoorbeeld snot van die geïnfecteerde persoon, die het snot of peeksel droogt niet uit. Ik kom en ik koop het en ik eet het, dan heb ik het via mijn mond naar binnen gebracht. Ja, ja. En laten we even aannemen, dus dat, ik wil het een beetje overdrijven, dus dat het levensmiddel een beetje gevallen is op mijn tafel en ik raak het aan en mijn neus jeukt me en ik ga in mijn neus, dan heb ik mezelf ook geïnfecteerd. Dus voeding is een potentiële bron van contaminatie voor wat COVID betreft. En daarom moeten dus mensen die eigenlijk momenteel geïnfecteerd zijn met het COVID-virus, mogen niet in de keuken komen. Ja, ja. Verwacht u dat er internationaal strenger gelet zal worden op voedselveiligheid als gevolg van de gezondheidscrisis? Ik verwacht dat men waarschijnlijk door de vingers gaat kijken. Oké. Okay. Omdat door het COVID-19-crisis heb je dat een heleboel producenten alvast inkomsten moeten derven. Ja. En een aantal van die levensmiddelen die eigenlijk geproduceerd moesten worden, konden niet geproduceerd worden omdat de mensen thuis moesten blijven. Ja. Waardoor in zekere mate het voedselzekerheid in gedrang komt. En als voedselzekerheid in gedrang komt, gaat dat ten koste van voedselveiligheid. Ik verwacht dus dat door het COVID-probleem, dat de kans bestaat dat er door de vingers gekeken gaat worden, ja. dat levensmiddelen die van minder kwaliteit toch wel op de toonbanken zullen verschijnen met alle gevolgen van dien. Dat is wat ik verwacht. Ik denk niet dat het strenger gaat worden. Ik denk eerder dat men door de vingers zal kijken. Ja, ja. Welke voorzorgsmaatregelen moeten aangenomen worden om de voedselveiligheid gedurende deze pandemie en ook daarna te waarborgen? Dus in eerste instantie is het zo dat levensmiddelen dat warm bewaard moeten worden,
moeten warm bewaard worden. Ja. Levensmiddelen dat koud bewaard moeten worden, moeten koud bewaard worden. En dan praat ik dan over levensmiddelen moeten, die koud bewaard moeten worden, moeten bij temperaturen van minder dan 4 gekoeld worden. Die warm bewaard moeten worden, moeten bij levensmiddelen boven de 60, bij temperaturen boven de 60 graden bewaard worden. Als vlees en vis ingevroren moeten worden, dan moet het bij temperaturen zijn van niet meer dan min 18 graden Celsius. Dus de temperatuur is van eminent belang. Ja. Maar onderzoek heeft aangetoond ook dus dat persoonlijke hygiëne van eminent belang is. Omdat persoonlijke hygiëne bijna een derde deel de oorzaak is van voedselinfectie en voedselvergiftigingen. Mensen hebben bijvoorbeeld die slordig omgaan met het eten, die naar het toilet gaan en zichzelf onvoldoende reinigen en desinfecteren. Maar ook blijkt dus dat zeker een derde deel levensmiddelen onvoldoende worden gekoeld, dat wel onvoldoende worden verhit. En die zaken spelen een rol waardoor voedselintoxicatie plaats kunnen vinden. Dat soort zaken moeten in de gaten worden gehouden. Ja, ja. Als we kijken naar Suriname, we zijn een importland. We zijn afhankelijk van voedselvoorziening vanuit het buitenland. Mocht de import in gedrang komen van bijvoorbeeld babymelk, spijsolie en dat soort dingen, hoe zullen we dat moeten opvangen? Dus ik denk, als we kijken dus naar de Eerste Wereldoorlog, dan had je dus dat tussen 1914 en 1918 de Eerste Wereldoorlog was. En op een bepaald moment had je dus dat de Amerikanen kwamen met de American First. Ja. Waardoor een heleboel levensmiddelen die naar Suriname kwamen, toen gestopt waren. Mm-hmm. En Suriname was bijna afhankelijk van haar eigen productie. Mm-hmm. Toch? Als dat zou gebeuren, verwacht ik dus dat we creatiever zullen worden. Dat we dus eigenlijk weer terug zullen gaan naar producten die we vroeger maakten. Kijk bijvoorbeeld, je kan bananenmeel maken. Ja. Toch? Die koeien die we hebben gaan beter worden verzorgd. Waardoor we dus melk hebben voor als eiwitproduct voor onze kinderen. Ja, ja. Het is namelijk zo dus dat bij alle rampachtige, katastrofale gevallen mensen veel creatiever worden. Mm-hmm. Mensen dus veel beter vanwege het feit om te overleven, gaan mensen veel meer nadenken hoe ze levensmiddelen kunnen produceren. Ja. Ik ga eerlijk zeggen, het gaat een beetje moeilijker zijn, maar ik denk dus dat het finally in ons voordeel gaat zijn, omdat we dus dan veel minder leren om afhankelijk te zijn van het buitenland. Ik vind dus dat Suriname is een groot land, er zijn weinig mensen. We moeten in staat zijn om voldoende te kunnen produceren voor onszelf. Ja. Dus ik verwacht dus dat we creatiever gaan worden. Zegt u daarmee dat we de potentie hebben om zelfvoorzienend te zijn? Elke bevolkingsgroep, elk land heeft de potentie om zichzelf te behelpen, om zichzelf te bedruipen. Ja. Waarom zouden we aardappelen moeten eten terwijl het cassave is en zoete nappie? Ja, ja. Waarom zouden we een uien moeten hebben? Ja. Er is hier tomaten, er is hier zo peper. We zijn eigenlijk een beetje verwend. Klopt. Dat is wat er aan de hand is. Mensen zijn gemakdiende mens. Gemakdiende mens, maar we zijn ook een beetje verwend. Ja, ja. Want ik kan me niet voorstellen dus dat er uien is er niet en aardappelen is er niet. En mensen doen bijvoorbeeld alsof het de einde van de wereld is. Terwijl bijvoorbeeld we hebben cassava, we hebben bananen, we hebben tomaten, we hebben peper. We hebben Laos en gember. We hebben Laos en gember. Ja. Ja, ja. Acht u het noodzakelijk dat Suriname over een instituut beschikt dat waakt over voedselveiligheid? Natuurlijk. Het is een. Eigenlijk, laat me er dit van zeggen. Het BOG is de bijwet erkende instantie mm-hmm. om te waken over voedselveiligheid. Dat is het BOG. Ja, bijvoorbeeld, dus het BOG die gaat na het moment wanneer een product geoost is yeah. en, of geslacht is. Dan komt BOG kijken. Voordat het geoost is, voordat het geslacht is, is het LVV. Mm-hmm. Dus Suriname, we hebben die tools al in huis. Mm-hmm. Misschien in onvoldoende mate. En misschien vanwege de
die technologische ontwikkeling die we vandaag aan de dag hebben, moeten we dus een instituut hebben die misschien alle facetten bekijkt, ja. Dan dat het ministerie kijkt dus naar dit. Gevolggezondheid, dan ben je ook van onder volgezondheid kijkt naar dit. Mm-hmm. En je hebt ook bijvoorbeeld dat ook financiën en dat ook HI, dat hebben zijn allemaal instanties die een of ander poot van levensmiddelen bekijken. En misschien is het goed als dus die taken naar één instituut komen, ja. Waardoor dus zaken veel sneller en effectiever en efficiënter kunnen worden aangepakt. Ja. Ik zou daar wel voorstander van zijn. Wat zou de meerwaarde van zo'n instituut moeten zijn? De meerwaarde is sowieso dus dat zaken sneller geïdentificeerd worden, mm-hmm. Misstanden worden sneller geïdentificeerd en er worden ook veel sneller problemen geconstateerd. Kijk, het probleem die je dus nu ongeveer hebt, is dat het BOG gaat dus naar een winkel, ja. En constateert vervallen producten. Mm-hmm. Het BOG mag niet zonder aanwezigheid van de politie ze verwijderen. Wat er dus nu gebeurt, het BOG kan het niet verwijderen. Het BOG moet toestemming krijgen van de PG. Maar wat gebeurt er vaak in de praktijk? De mensen, de milieuinspecteurs van het BOG, die geven aan, luister winkelier, als je deze vervallen producten niet verwijdert, gaan we je hele magazijn bestuderen. En omdat de man weet dus dat er in zijn magazijn een aantal andere zaken zijn, ja. Dan haalt hij die producten weg. Het is die winkelier die het weghaalt, mm-hmm. Niet het BOG. Maar die winkelier haalt het weg omdat ze geen problemen willen hebben. Mm-hmm. Snapt u? Ja, ja. En hij vernietigt het dan eigenlijk zelf. Maar gebeurt dat dan weer verantwoord? Ja, maar het gebeurt verantwoord. Maar wat je dus nu hebt, wanneer BOG dus die bevoegdheid heeft, mm-hmm. dan ruimen ze het zelf op. Toch? Ja. Maar dan moeten ze wachten op een verklaring van de PG om het weg te halen. En dat kan een rompslomp zijn. Ze kunnen ook bij wijze van spreken dus ook niet dingen weghalen van de schappen als er geen politie bij is. En verder heb je dan ook weer een verwarring tussen bijvoorbeeld de taken van de districtcommissariaten en van het BOG. Ja. En het zit zo in elkaar. Het BOG mag die keuken sluiten, mm-hmm. Maar mag het restaurant niet sluiten. Want het BOG heeft niet de bevoegdheid. Ja, ja. De DC mag de keuken niet sluiten, maar mag wel die vergunning meenemen. Toch? Ja, ja. Dat zijn die ingewikkelde regels. Mm-hmm. En ik denk bijvoorbeeld dat er een instituut moet zijn die eigenlijk het complete plaatje kan monitoren, mm-hmm. Waardoor dus misstanden sneller geïdentificeerd worden, sneller aangepakt worden. En waardoor ook oplossingen ook veel sneller gebeuren. Ja, ja. Mogen we concluderen dat door de ontstaande crisis we nu meer dan ooit moeten letten op wat we nuttigen? We moeten eigenlijk altijd letten op wat we nuttigen. Mm-hmm. Omdat een micro-organisme, pathogenen, die kennen geen. En nu is er een coronaperiode, dus nu ga ik ernstiger zijn. En nu is er geen coronaperiode, ik ga nu minder ernstig zijn. Ja. De ziektes. Ze kennen geen bevolkingsgroep, ze kennen geen sociale status, ze kennen geen politieke partij, ze kennen dus geen geslacht. Als er zaken mis zijn, vallen ze aan en veroorzaken allerlei ziektes. Dus we moeten altijd alert zijn en de bewustwording moet, en de voorlichting moet permanent zijn, waardoor er een heleboel problemen voorkomen kunnen worden. Ja, ja. Tot slot, mag u een boodschap geven aan de samenleving? Ja, wat ik aan de samenleving wil adviseren is, in het kader van COVID, wat er momenteel is, om de voorzorgsmaatregelen van de overheid in acht te nemen. En het houdt in de lockdown, het houdt in social distance, het houdt in handen wassen, het houdt in avondklok, dus, het houdt in quarantaine. Die dingen staan niet los van elkaar, toch? Het is een pakket. En als we in staat zijn ons te houden aan het pakket, dan gaat het virus ook veel trager overgebracht kunnen worden, waardoor je niet in één
bepaalde periode in een bepaalde week hebt dat 100 mensen zijn geïnfecteerd. En dan heb je bijvoorbeeld dat de ziekenhuizen kunnen die mensen niet opvangen met alle gevolgen van dien. Ja, ja. Hou u aan de voorzorgsmaatregelen van de overheid en dan komt het goed. Hartelijk dank voor uw bijdrage in deze aflevering van Opinie. Graag gedaan. Dan heeft u het weer gehoord van de heer Stuttgart. Hou de overheidsvoorzorgsmaatregelen in acht en dan komt het zeker goed. We zijn gekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond telkens om 8 uur. Wilt u deze aflevering alle rust bekijken, dan kan dat altijd via de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Blijft u vooral GOV TV volgen. Ik wens u een fijne avond verder. Goedenavond. Opinie.